In de eerste brief die Paulus schrijft naar de jonge man Timotheus, bemoedigt hij hem met de woorden: sta niet toe dat iemand op je neerkijkt omdat je jong bent. Ook jonge mensen zijn geroepen om een voorbeeld te zijn voor anderen. In Syrië zijn er meerdere initiatieven gestart waarbij juist de jongeren een grote rol spelen. Zo gaan ze bij gezinnen en ouderen langs om hun verhaal te horen en gewoon even een luisterend oor te bieden. Ze proberen te achterhalen of ze kunnen helpen met praktische zaken. Het is mooi dat jongeren in Syrië zo bezig zijn met verbinding en herstel. En het is een zegen dat ouderen vervolgens de mogelijkheid krijgen om de jongere generatie te adviseren en te bemoedigen. Laten we bidden dat al deze ontmoetingen in elk opzicht zegenrijk mogen zijn.